Hey, welkom bij een nieuwe beauty call. Het is herfst ondertussen. Ik ben al helemaal in de herfstsfeer. Ik pas mijn kleerkast daaraan aan, ik pas mijn make-up daaraan aan. Dus ik heb voor jullie vandaag een herfstige smoky eye. Een heel toffe ooglook met heel warme oogschaduwkleuren. En ik ga daarvoor dit paletje gebruiken van NYX. Ik zal de verkoopinfo in het artikel zetten. Het is een budget paletje en er zitten heel veel kleuren in, dus zeker een aanrader. Ik heb de rest van mijn make-up al gedaan, dus ik ga direct aan de ooglook beginnen. En ik begin eerst met dat licht bruin tintje en ik doe dat op een hele losse penseel. En ik ga dat gewoon vrij nonchalant over mijn volledig ooglid aanbrengen. Zoals je kan zien heb ik deze kleur eigenlijk vrij hoog aangebracht. Die is wel uitgeblend, dus dat vervaagt mooi naar boven toe. Maar ik ga nu een volgende kleur aanbrengen, ook in die vouw van mijn oog en op mijn ooglid. Maar daar ga ik niet zo hoog mee gaan als met die vorige kleur. Dus dat er eigenlijk een beetje een gradatie-effect wordt van de ene kleur die overloopt in de andere. En daarvoor ga ik die donkerroze, zo'n beetje een bessenkleur, die ga ik daarvoor gebruiken. En je mag die echt wel gewoon tot in de binnenste ooghoek aanbrengen. Alleen opletten dat je nauwkeurig werkt en dat dat niet onder je oog terechtkomt. Voilà, het effect is nu al vrij smoky en dat is doordat die kleur eigenlijk vervaagt naar boven toe, krijg je echt zo'n smoky effect. Maar om dat nog iets te versterken, ga ik nog een donkerdere kleur aanbrengen, echt enkel in die buitenste ooghoek. En ik gebruik daarvoor dat donkerbruin, dat is ook een heel warm bruin. Dat is toch ietsje donkerder dan die vorige tinten. En je kan daarvoor die vorige penseel gebruiken, die iets vastere, of je kan ook met nog een iets dunnere penseel, zoals deze, werken. Ik vind dat op zich makkelijker om echt mooi in dat hoekje te blijven. Zo, als dat effect nu nog iets te hard is, als die kleur wat te donker is, dan kan je daar nog eens terug met die losse penseel zachtjes overgaan. En dan wordt dat weer terug één mooi geheel. En dan is er nog één laatste stap en dat is onderaan eigenlijk het geheel vervolledigen. Ik ga daarvoor die allereerste kleur gebruiken, dus zo wat dat warm lichtbruin. En ik doe dat op een fijn plat penseeltje en daarmee ga ik eigenlijk gewoon langs mijn onderste wimperrand gaan. En als die lijn dan een beetje te hard lijkt, dan ga ik daar terug met die losse penseel over om dat wat te vervagen en wat subtieler te maken. Zo, dat is hem. En dan moeten we eigenlijk enkel nog wimpers krullen en mascara aanbrengen en zijn we klaar. Zo, dat was hem. Dat is mijn ooglook voor deze herfst. Ik heb het gecombineerd met een vrij nude lipstick. Een beetje een oranje ondertoon. Dus er eentje van Primark. Die is een beetje mat, maar ik heb daar een laagje van deze lipbalm over gezet voor dat iets hydraterender te maken. Altijd een handige tip in de winter. Ik vind dat een mooie combinatie. Je kan natuurlijk ook voor een iets opvallendere lip gaan, eventueel rood of ook zo een bessenrood. Maar dan wordt het natuurlijk wel een heel heftige look. Dus ik zou aanraden om het te combineren met iets meer nude. Als je hem gaat uitproberen, heel veel succes ermee. En als jullie nog vragen hebben, stel ze dan zeker in de comments en geef de video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Tot de volgende. Tada! Flair.